Rick is zo lui dat we jouw hulp nodig hebben. Teken mee in ons nieuwe stripboek. Vanaf nu te pre-orderen via de link in de beschrijving. Nou, je feestje kan bijna beginnen, hè, Dylan Junior? Ja, heel veel zin in, hoor. Wat is dit? Schat, kun jij nog even voor de ballonnen zorgen? Zo, hebben we ook nog wat te lachen vandaag. JD, wat leuk dat je er bent. Kom jij net van zwemles? Je hebt vast nog totaal geen idee wat we gaan doen vandaag. Het is één grote verrassing. We gaan zwemmen. Mam! Heb je het nou al verklapt? Nee, Dylan Junior, nee. Op de uitnodiging stond, neem je zwemspullen mee. Maar ik zeg niet waar we naartoe gaan. Dan gaan we dus zwemmen. Mam! Leuk dinofeestje. Even zien. Ik tel JD, Job, Lisa. Oh, Ruben, jij bent er ook. Jij staat op mijn misschienlijstje. Oh. Maar wacht even. Wie missen we dan nog? Joehoe! Dylan Junior, van harte gefeliciteerd. Leuk dat je Rikkie hebt uitgenodigd. Huh? Maar ik heb hem helemaal niet uitgenodigd. Dag Rikkie en de vader van Rikkie. Onze zoon vindt het hartstikke leuk dat je er bent. Nou, ga lekker zitten. Heb jij hem uitgenodigd? Eén, twee, drie. Zoals afgesproken. Dankjewel. Dino's zijn stom. Dino's zijn helemaal niet stom. Het is mijn feestje, dus ik mag bepalen wat we gaan doen. En dino's zijn heel eng hoor. Wacht maar totdat je er eentje tegenkomt, die vreet je helemaal op. Dino's bestaan niet. Boeien. Je hebt in ieder geval wel een nachtmerrie vannacht. Ik ben een echte T-Rex. Nee joh, ik ben de vader van Dylan Junior. Ja, jullie dachten het wel, hè? Nee. Nou, voordat we met het feestje gaan beginnen, ja, ga ik jullie omtoveren tot levensechte dino's. Woe! Woehoe! Yeah! Hier. Ja. Ja. Oké, zet jullie de maskertjes op, ja? In 3, 2, 1. Ja! Papa! Dit is helemaal geen dino-masker. Echt wel? Dit is de enige echte dino. Jan Dino. Omdat ik jarig ben, mag ik bepalen wat we gaan doen. En ik heb besloten dat we cake met sprinkles gaan versieren. Ik mag geen zuivel. Ik ben allergisch voor eieren. Ik was de vorige keer bijna gestikt in een sprinkel. Ik lust dit niet. Ik heb spontaan geen drink meer. Hé? Hey? Ik wissel daar naar mijn cake. Ik ga weer aan de slag. Room. Wat voor een kind ben jij? Kinderen, het is tijd voor de cadeaus. Maar die gaan we niet zomaar geven. Oh, het verstop. Het verstolp. Het verslap. Het spel. Ja, bijna. We gaan het cadeau verstopspel doen. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom maar terug. Ik ga zoeken. Even kijken. Een cadeaubon van 1 euro. Een cadeaubon van 1 euro. Wat is dit dan? Oh, het nieuwe Dylan Hagen stripboek. Dat is wel leuk. Wat is dit? Ja, zeker weer een cadeaubon van 1 euro. Nee, dat was een zeldzame Pokémon kaart. De Illustrator Pikachu PSA 10. Die had ik dubbel. Oké, nu de grote verrassing van mijn feestje. We gaan... zwemmen. Hoe weet iedereen dat? Lekker zwemmen. Lekker zwemmen. Lekker zwemmen. Weten jullie zeker dat het zwembad open is? Volgens mij zit de deur op slot. Oh. Nou, hoe kan dat nou? Nou, ik heb speciaal voor vandaag mijn zwembad meegenomen. Hé, hey, Dylan Junior. Mama heeft de zwembadjes ook weer meegenomen. Kunnen we anders niet beter naar de binnenspeeltuin gaan? Speeltuin! 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 Speeltuin!
Het is een liefje. Ik heb heimwee. Wat? Een wee? Dat is wel een beetje vroeg op die leeftijd, hè? Maar oh, wacht even. Ik heb ja, ik weet wel wat. Nou, ik. Ja. Ik heb wel eens een zwangerschapscursus gehad voor vaders, hè? Weet je wat je dan gewoon moet doen? Adem in en. Oeps, dat was een verkeerde pufje. Nee, Stefan, doe nou eens normaal. Ze zegt dat ze heimwee heeft. Oh. En dat heb ik ook, na de tijd dat Junior nog geen groeiproblemen had. Huh? Maar ik heb toch helemaal geen groeiproblemen? Nee, ik ben jarig, dus ik mag met deze bal spelen. Maar ik zag hem eerst. Ricky, we zitten in een ballenbak. Je zijn letterlijk een miljoen ballen. Pak een andere bal. Nee, die is van mij. Niet eens. Wel eens. Niet eens. Niet eens. Ik bedoel wel eens. Niet eens. Wel eens. Haha, sukkel. Hoe durf je, achterlijke baviaan? Haha, daar heb ik overheen geplast. Sorry, pap. Jullie zullen wel honger hebben na zo'n vermoeiende dag. Ja, vermoeiend was het zeker, ja. Hé, dat is niet voor jou, maar voor de kinderen. Want het is tijd voor de friettafel. Mevrouw, heeft u misschien ook zout? Voor over de frietjes? Ja, natuurlijk. Nee, zout om buiten over de naakslakken heen te strooien. Want van zout gaan ze smelten. En ik hou van smeltende naakslakken over mijn frietjes. Het zout is op. Oh, maar ik dacht dat ik u net toch de zout zag pakken. Nee. Maar ik dacht nee. Net de zout... Nee! Tot volgende week op mijn kinderfeestje. Huh? Maar ik heb helemaal geen uitnodiging ontvangen. Dat klopt. Je bent ook helemaal niet uitgenodigd. Wat? Ricky, vergeet je snoepzakje niet. Die heb ik al opgegeten. Puntje voor de volgende keer. Ik vond het zakje wel een beetje taai. En? Alles goed gegaan? Ja, ja, zeker. De kinderen worden met volle buik weer thuisgebracht. Mooi zo, want thuis krijgt Ricky niks meer te eten. Inflatie maakt boodschappen veel te duur. Ik ben een klein beetje... Moe? Mooi, dan kunnen we meteen door naar bed. Nee, ik ben opeens heel erg... misselijk. Ik zei toch dat het zakje veel te taai was? Maar wel lekker. Dino's zijn helemaal niet stom. Een wee?